Robbie Lakshmi Singh is per heden de nieuwe directeur van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, de SLM. Hij is voor een jaar aangetrokken en bekleedt de functie na 12 jaar weer. Lakshmi Singh was van 2000 tot 2004 al directeur van het luchtvaartbedrijf. De algemene vergadering van aandeelhouders heeft hem gisteren aangesteld. Lakshmi Singh volgt Louis Voogd op, wiens contract op 8 juli verloopt. Voogd heeft aangegeven dat hij om persoonlijke redenen zijn dienstverband niet zal verlengen. Het is bekend dat het niet goed gaat met de SLM en daarom heeft de regering een beroep op Lakshmi Singh gedaan om het bedrijf te leiden.